Een heel goede avond en welkom bij De Rode Loper. Deze voormiddag is Frank Focketijn door burgemeester Patrick Janssens in de echt verbonden met schrijfster, politica en actrice Chika Onigwe. Om u niet al te zeer in verwarring te brengen, het was fake en eerder een originele manier om het hoorspel Het Derde Huwelijk naar het boek van Tom Lanois voor te stellen. Dat is een nieuwe productie van het Geluidhuis dat een gat in de cultuurmarkt heeft gevonden. Het aloude luisterspel nieuw leven inblazen dankzij een pak sterke acteurs en het regietalent van Tom van Dijk. Het gaat over Maarten Sebrechts, een ouder wordende homo die plots een zeer vreemd voorstel krijgt. Hij kan heel veel geld verdienen als hij een huwelijk aangaat, een schijnhuwelijk aangaat, met een zwarte schone. Ik denk om twee redenen is het verhaal zeer geschikt. Eén, het is eigenlijk in het boek ook al een hele lange monoloog. Je krijgt alles alleen maar te horen via de stem van Maarten Sebrechts, dat is één. Twee, zitten daar heel veel theatrale scènes en dialogen in die zich heel goed lenen om dit dan over te plaatsen. Zullen we dan nu onze boorling kussen? En mijn voorwaarde was natuurlijk wel dat de heer Frank Focketijn zijn adem wou uitlenen voor het personage Maarten Sebrechts gestalte te geven. Frank heeft wat een grote acteur heeft, dat is dat je herkent hem, je weet wie het is, maar zijn vertolking brengt toch het personage tot leven. De hele tijd, we zijn er nog niet uitgestapt of we stappen er al terug in. Zo gaat dat nu als de passie pril is. Ik heb zo'n soort diaprojector achteraan in mijn hoofd zitten. Ja, dat is, dan moet je lachen, maar... En je zet die ouderwetse lamp aan en ik zie die beelden op mijn netvlies. En dan wordt er door die schakelaar aan te zetten... Wauw, worden dat fantastische beelden, hè. We hebben dat op heel korte tijd hebben eigenlijk de productie gemaakt. En ik moet zeggen... Ja... Echt fijn hoor, om met Chika, je hebt Chika gezien nu, hè? Want op audiofilm is ze niet te zien, uiteraard, maar wel te horen. En ik moet zeggen, het brengt een heel continent mee. Het was echt moeilijk voor mij, want dat is helemaal mijn vak niet. En ik ben ook zo iemand, ik heb altijd de moeilijkheden met te doen alsof. Dus als ik blij ben, zie je dat gewoon. Als ik niet blij ben, zie je dat ook direct. Dus te doen alsof ik iemand anders was, dat was moeilijk voor mij. Misschien zijn er mensen die denken van goh, Het Derde Huwelijk, dat is toch een redelijk dikke boek. Daarvoor is dit perfect. Maar ook de mensen die Het Derde Huwelijk al gelezen hebben, is dit een interpretatie, een verklanking van het boek. En zelf heb ik het mogen beluisteren en dat heb ik gedaan in mijn auto, in de file. En ik moet zeggen, ik heb genoten van de file. Ze was eigenlijk iets te kort, waardoor ik even nog bij een tankstation ben gestopt om toch nog het laatste van het verhaal te horen. En dus te laat op mijn werk ben gekomen, waarvoor hier mijn officiële verontschuldigingen.